De waternatuur in Drenthe vinden we allemaal mooi. Maar wat je niet ziet is dat er veel aan de hand is onder water. Vooral vissen hebben het moeilijk. Ze kunnen de beken waar ze thuis horen niet meer bereiken. Gelukkig zijn er mensen die ze een handje willen helpen. Bijvoorbeeld met de aanleg van vistrappen. Nou, riviergronden hoort bij stromend water. Dus dat klopt helemaal. Klopt. Lang voor 16. Lang voor 15. Lang voor 13. Alver 11. Alver 10. Lang voor 9. Blijf maar doorgaan, hè. Lang voor 12. Maar hoe komen vissen eigenlijk in die mooie beken? Hiervoor gaan we helemaal naar de kust van Groningen, naar de sluizen van Delfzijl. Een van de vissen die hier het land inkomen is de rivierprik. Hij staat model voor alle andere vissen. Peter, Paul en Ben willen weten welke route de rivierprik precies volgt om in Drenthe te komen. Ze hebben de diertjes gezenderd. Dit is een van de ontvangers. Die hangt tussen Delfzijl aan die kant en de stad Groningen aan die kant. We zijn erg benieuwd welke rivierprikken nu al richting de stad zijn gegaan. De rivierprikken komen ieder najaar in de periode van november tot en met ongeveer januari komen ze naar binnen bij de sluizen van Delfzijl. Tijdens het schutten van de boten hebben we eigenlijk de rivierprikken de kans om naar binnen te komen via die sluis. We gaan door het Eemskanaal, door de stad Groningen. Vervolgens gaan ze het Noord-Willemskanaal op en dan komen ze uiteindelijk in de Drentse Aa terecht, waar ze hun eitjes leggen. De gezenderde rivierprikken worden geregistreerd door ontvangers. Zo wordt hun wonderlijke tocht precies gevolgd. Hij is nu bezig met alle data aan het inladen in de computer. En ik kan zien dat er vrij veel data op staat. Dus we kunnen straks precies zien welke vissen hier langs gezwommen zijn. En dan moeten we even op de lijsten kijken. En dan weten we ook precies van of het een mannetje of een vrouwtje is. Hoe groot die geweest is bij het zenden. Wanneer die gezenderd is. Dus het geeft een hele schat aan informatie als we dit uitlezen. Aan de rand van de stad Groningen ligt het nieuwe waterbergings- en natuurgebied De Onlanden bij het Leekstermeer. Een indrukwekkende hoeveelheid vissen komt hier langs op een tocht naar de Drentse beken. Vroeger gingen ze allemaal door het Peizerdiep, een bak met water waar vissen niets konden vinden. Nu kunnen vissen door het natuurgebied zwemmen. Nou, we staan nu midden op het Peizerdiep bij Roderwolde. Het Peizerdiep komt hier vanuit Drenthe stromen richting Groningen. Vroeger ging dat eigenlijk in één groot diep recht kanaal naar Groningen toe en verder naar het Wad. Nu hebben we de onlanden hier eigenlijk voor ons tussen Groningen en Leek aangelegd. En nu stroomt het Peizerdiep voor een groot gedeelte en kronkelt het door de onlanden heen richting het Leekstermeer en verder richting Groningen en de Waddenzee. Hier zwemmen dus vissen als palingen, in het voorjaar glasaaltjes, die richting Drenthe zwemmen, rivierprikken die richting Drenthe willen. En zo zijn er een heleboel vissoorten die hier door het Peizerdiep, door de onlanden, onder deze brug door richting Drenthe zwemmen. Het verschil tussen het natuurgebied en het rechte kanaal is voor vissen van levensbelang. Ik ben heel erg nieuwsgierig om te zien wat de vissen dan gaan kiezen. Want een van de belangrijkste triggers voor vissen om te gaan zwemmen, te migreren, dat ze weten waar ze heen moeten, is stroming en hoeveelheid water. Nou, we hebben straks een verdeling van zeg maar 2/3, 1/3. Dus ik ben heel erg benieuwd of 100% van de vissen hier langs gaat. Of dat dat ja, ook 2/3, 1/3 is. Dus dat zullen we de komende jaren hopelijk te weten komen. Wat ga je doen met dat ding? Om te weten hoeveel vissen ergens langskomen moet je tellen. Want meten is weten. En dat gebeurt door speciale onderzoekers met de hulp van vrijwilligers. Vandaag onderzoeken ze de Drentse Aa. We monitoren op dit moment 4 vispassages om te kijken of de vis die kan passeren. En wij zijn daarmee begonnen begin maart. En vervolgens worden ze 2 keer per week gelicht tot zo'n beetje eind mei, begin juni. En dan hebben we mee de hele vistrek hopen daarmee als het ware te kunnen monitoren. De vrijwilligers van de Hengel Sportfederatie staan altijd klaar. Ja, ik ben er al bij vanaf 82. En iedere keer is er wat te doen. Iedere keer komt er iets. Nou, en dan worden wij gevraagd. We zijn met een groep van 20, 25 man. En dan worden we gevraagd of we er de tijd voor hebben. Zo, daar is eindelijk vis. Ik vind het prachtig. Je ziet vissen, die zie je anders dan sportvissen niet.
Je ziet de berm, je ziet de alver, je ziet de riviergronden, want die kom je anders niet tegen. Dus er zit hier gewoon een grote snoek in? Ja, dit is hartstikke mooi dat er toch zo'n grote vis hier doorheen komt. Dit is wel duidelijk eentje die al gepaaid heeft. Je ziet wat sporen, wat beschadigingen. In het paaien gebeurt dat. Alver. Ja. Dit is ook een vis kenmerkend voor stromende wateren. En ook eentje die optrekt in het voorjaar. Rivier 09. Hoe vaak heb ik dit heb gedaan? Nou, ik ben voor 4 jaar terug begonnen. En mijn eerste dag, toen zat er een rivierprik bij. En toen heb ik nooit meer gezegd dat het koud was. Ik heb nooit meer gezegd dat ik het niet leuk vond. Dan ging er een wereld voor me open. Super. We zien 8 aantal prikken die zijn hier geweest. Waarvan er eentje waarschijnlijk hier ergens voor dood is. Omdat we een hele reeks aan waarnemingen hebben vanaf 24 januari tot aan de dag van vandaag. Dus waarschijnlijk leeft hij niet meer en is die transponder die zendt de hele tijd glijtjes uit. Maar gisteren hebben we ook die transponders opgehaald, die ontvangstations. Toen zagen we dat er 7 prikken bij het Noord-Willemskanaal zijn gedetecteerd. En dat zijn dezelfde 7 die we hier ook zien. Dus die zijn daar logischerwijs ook hier gedetecteerd. Ja. Vlak voor de stad Groningen moeten de prikken kiezen. De prikken gaan rechtdoor op de stad Groningen af naar Drenthe. Maar in de stad komen ze een nieuw probleem tegen. Nou, we komen hier nou net uit het Eemskanaal achter ons. En hier komen we op een heel belangrijk kruispunt voor de rivierprikken. Als ze rechtdoor gaan, dan gaan ze naar de Drentse Aa. Gaan ze helemaal door de stad Groningen heen. Als ze die kant op gaan, dan komen ze bij de Hunze terecht. Dan gaan ze het Winschoterdiep op. En aan de achterkant zitten de Oostersluizen. En dan komen ze uiteindelijk in het Rijndiep terecht. Die rivierprikken die gaan eigenlijk af op de stroming van het water. En heel veel vissen die migreren doen dat ook. Maar hier is het stilstaan, dus het is heel lastig om hun weg te vinden. Rondom de stad zijn daarom ontvangers geplaatst om te weten of ze de route langs het Groningen Museum wel goed kunnen vinden. De gezenderde prikken geven het antwoord. En we zien nu uit de zenders, de ontvangers die we allemaal uitgelezen hebben, dat alle rivierprikken eigenlijk rechtdoor zo door de stad Groningen gegaan zijn. Die zijn allemaal mooi richting de Drentse Aa gezwommen.